Hallo, ik ben Mika en ik loop stage voor RTV Achterhoek. Wij zijn hier nu op Schaarsvoorde de Slingelaan om een kijkje te nemen en we filmen alles wat we vandaag gaan doen. Ik neem jullie mee om een kijkje te nemen. We zijn nu in de pauzeplek waar heel veel kinderen pauze kunnen houden. Het is hier erg leuk. En daar zijn voetbaltafels, daar kun je met z'n allen voetbaltafelen. Dat hebben we ook een keer met de leraren gedaan. En daar is ook een etenplek, daar kun je eten halen en chocomel en zo. En dat is nog niet alles, want daar is nog een drinkautomaat en daar kun je drinken halen voor niet veel geld. En dat is altijd erg leuk. Dat is niet alles, want we hebben hier namelijk ook nog een technasium. Dat is als bedrijven een oplossing zoeken, dan vragen ze het aan ons. Of de kinderen dan een oplossing kunnen vinden. En dat vinden ze vaak outside the box denken. We hebben ook computers waar we op kunnen werken, tablets en nog veel meer. Vragen jullie je ook af waarom hier allemaal vlaggen hangen van Duits, Engels en Frans? Er was hier laatst een open dag. En toen waren hier allemaal talen, soort van. En er was hier een greenscreen, dat je op een foto kon, bijvoorbeeld met de Eiffeltoren. En allemaal speciale gebouwen of zo. En dat was dus hier. En er stonden toen leraren die Frans, Nederlands, nee, Frans, Engels en Duits gaven. Wij hebben ook een mediatheek. Daar kun je leren en boeken halen. Je kunt op de computer om je computeropgaves te doen, opdrachten en zo. Maar we gaan nu niet naar binnen, want er zijn kinderen die aan het leren zijn en die willen we graag niet lastigvallen. Nou, ik heb jullie geprobeerd om de school te laten zien waar ik mijn lessen heb en waar ik op school zit. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En we kunnen natuurlijk niet alles laten zien, want er zijn vandaag gewoon lessen en er is gewoon school. Maar ik heb geprobeerd om alles te laten zien wat ik kon laten zien. En ik hoop dat jullie een goede indruk hebben gekregen van waar ik op school zit.